Vanmiddag trainde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog één keer. Natuurlijk onder toeziend oog van onze Oranje-watcher Pascal Kamperman. Goedenavond, Pascal. Die training was in Wolfsburg. Jij bent inmiddels in Dortmund om je klaar te maken voor de persconferentie van Ronald Koeman. Maar er is een kink in de kabel. Ja, goedenavond Milan. Zeker een kink in de kabel, of beter gezegd een kink in het spoor eigenlijk. De oranje selectie stond vanmiddag om 4 uur klaar op het station in Wolfsburg om daar in de trein te stappen richting Dortmund. Maar toen bleek dat er een stremming was op het traject. De Duitse Bundesbahn had het allemaal niet op orde en er reed dus geen trein richting Dortmund. Toen stonden ze daar, ja, dan kun je twee dingen doen of alsnog met de bus gaan, maar dan ben je toch ruim 4 uur onderweg vanuit Wolfsburg hier naartoe. Uiteindelijk is ervoor gekozen om vanavond te gaan vliegen. Dus ze zijn weer terug naar het hotel. Vanavond om 9:50 vliegt dan het Nederlands elftal naar Dortmund. Dat is een vlucht van 3 kwartier, klein uurtje ongeveer. Maar dat betekent dus ook dat de persconferentie die hier gepland stond met Ronald Koeman en Nathan Aké om 7:45 in ieder geval niet doorgaat. Zij zijn samen met UEFA naastig op zoek naar een oplossing. Maar er is dus inderdaad een kink in de kabel gekomen. En de aanloop naar de halve finale van morgen loopt niet heel soepel. Nee. Hoe werkt dat eigenlijk? De trein, is dat voorkeur van het Nederlands elftal? Doen ze dat uit milieuoverwegingen? Hoe zit dat precies? Ja. Nou ja, dat is wel het meeste fraaie eraan. Het EK, de organisatie van dit EK en de UEFA willen het graag een groen EK laten zijn. Dus zeggen ze steeds tegen ploegen, als het kan, ga niet vliegen, maar ga met de trein. Dat heeft het Nederlands elftal gedaan naar Berlijn. Daar waren ze heel tevreden over. Het probleem toen was dat ze niet terug konden met de trein, want die reed op dat moment niet. Dus dat was ook al een kleine onderbreking. Ja, vandaag willen ze weer met de trein naar Dortmund en morgen ook weer met de trein terug, omdat dat op zich prima bevallen is. Maar ja, de Duitse spoorwegen hebben het allemaal niet op orde. En de organisatie van het EK in dat opzicht dan dus eigenlijk ook niet. Je kunt dat wel willen en eisen. Maar ja, dan moet er wel een trein rijden natuurlijk. En nu is dat niet het geval. En loopt de selectie dus enorme vertraging op. En ja, en is de voorbereiding alles behalve soepel. Ja, en als een speler van Nederland zelf een domme fout maakt of een scheidsrechter, dan kan bij Koeman nog wel eens het stoom uit de oren komen. Hoe zal dat nu gaan, denk je? Voor een halve finale van de EK? Dat is denk ik ook nu gebeurd op het station in Wolfsburg inderdaad. Koeman Kennedy is hier, op zijn zachtst gezegd, niet heel erg blij mee. Die is zeer boos geworden. Dat kan bijna niet anders, want je wil niet in een voorbereiding op een halve finale tijdens dit toernooi dat er dan zoiets gebeurt. Oké, ze zijn wel weer snel teruggegaan naar het hotel. Dan kun je daar gewoon lekker zitten en misschien nog rusten. Maar ja, de voorbereiding loopt toch anders dan je gepland had en gehoopt had. En Ronald Koeman Kennedy kan die daar heel slecht tegen. Dus dat zal hij ook zeker hebben laten blijken. De vraag is nu ook of er dan nog wel een persconferentie gaat komen. Kijk, UEFA zegt, ja dat moet. Maar ja, Koeman zal zeggen, ja jullie krijgen wat. Jullie hebben het niet op orde. We gaan wel zien hoe we dat gaan oplossen. Maar vooralsnog zoeken ze naastig naar een oplossing daarvoor. Ja, breng eerst maar die spoorlijn op orde, zal Koeman inderdaad hebben gezegd. Dan de laatste training. Is die wel vlekkeloos gegaan? Ja. Nou ja, dat is dan weer het fraaie. Dat zag er allemaal heel rooskleurig uit inderdaad en optimistisch en positief uit. Sterker nog, de oranje vlag van de KNVB die eerder deze week verdwenen was, hangt weer in top. Dus we zitten weer volop in het toernooi. Ja, en als je een halve finale speelt, dan is er natuurlijk ook veel meer buitenlandse media bij de training uit Spanje, uit Duitsland, uit Engeland, noem maar op. Ze hebben getraind met de Silverware EK baluitvoering, een speciale bal. Erwin Koeman vindt het niet wat voor de halve finale en voor de finale. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog serieuze zaken. Virgil van Dijk bijvoorbeeld staat lange tijd te praten met Dwight Lodewijk. Dus dat gaat ongetwijfeld over hoe te verdedigen en hoe te voorkomen dat ze ook morgenavond weer eerst achterkomen in de wedstrijd en het daarna moeten rechtbreien. Want dat is natuurlijk wel een zorgenkindje bij het Nederlands elftal. Dat moet beter. Alle 26 spelers overigens vanochtend om 12 uur gewoon op het veld. Het was warm, het was 27 graden. Ja, verder valt er uit die warming-up. Bij 27 graden natuurlijk niet zo heel veel af te leiden. De vraag is wie er morgen gaat spelen. Maar het vermoeden is dat er niet zo heel veel wijzigingen zullen zijn bij Oranje. Hooguit weer die rechtsbuitenpositie Bergwijn of Malen. Maar dat gaan we morgen ongetwijfeld zeker zien. Want dat gaat Koeman vandaag ook nog niet verklappen. Nee, en ook als hij een persconferentie had gegeven, had hij dat ook niet verklapt. Nee, we zijn half finalist, dat is hartstikke mooi natuurlijk. In Nederland stijgt de Oranjekorst tot ongekende hoogte. Hoe is dat eigenlijk binnen de groep? Hoe kijken zij naar hun toernooi tot nu toe?
Nou ja, koorts hebben ze geen last van. Ze vinden het natuurlijk sowieso prachtig. Ze zijn trots op wat ze nu al bereikt hebben en leven enorm toe naar die halve finale. Maar zijn ook allerminst tevreden, los van het feit dat je als je in een halve finale staat natuurlijk ook gewoon nog verder wilt en niet hier het schip wil zien stranden. Maar los daarvan, ook over het niveau, zijn ze altijd dit toernooi natuurlijk wel heel kritisch geweest. Met name na die nederlaag tegen Oostenrijk. Maar Cody Gakpo zei gisteren ook nog, ja, we hebben ons beste eigen ik nog niet laten zien. Hopelijk in de volgende wedstrijd komt alles samen en dan spelen we de beste pot. Maar ja, we hebben wat goede momenten beleefd met z'n allen, ook wat mindere momenten. Uiteindelijk staan we in de halve finale en dat is niet het einde van het toernooi. En ik denk dat iedere ploeg die in de halve finale komt ook gewoon ambieert om de finale te halen. En dat is wat wij ook doen. En ik denk dat we weer een beetje een stapje verder zijn dan het vorige toernooi. En ja, ik ben blij dat ik daar deel van kan uitmaken. Ja, de man in vorm, de man ook weer naar de buitenlandse media natuurlijk kijken. In Engeland natuurlijk ook, zeker omdat hij natuurlijk bij Liverpool speelt. Hoe kijken ze sowieso bij Engeland aan tegen dit Nederlands elftal? Ja, dat is wel grappig trouwens. Gisteren op die persconferentie was er ook een Engelse journalist die zei van, hey, hoe kan het dat je bij Nederland zoveel die vorm laat zien en bij Liverpool dat misschien nog niet hebt kunnen laten zien? Ja, dat krijg je natuurlijk altijd, dat soort verhalen. De Engelsen zien wel dat dit niet eenzelfde Nederlandse elftal is als, nou ja, begin jaren 70, ik noem maar wat, of in 1988. Ze hebben minder uitschieters misschien. Gakpo is er dan wellicht eentje daarvan. Maar ja, aan de andere kant beseffen die Engelsen ook wel dat er niet zo heel veel zwakke punten bij Oranje zijn. Ik denk dat zij ook wel inschatten dat het ongeveer 50-50 is. Want vraag je Luke Shaw bijvoorbeeld, nou, noem eens wat matige plekken, wat matige posities, wat zwakheden van het Nederlands elftal, dan wordt dat lastig voor hem. To be honest, I don't think they've got any. Like I said, I think they're a really good team. They're really well coached. But in my eyes, we just have to focus on what we got to do. Luke Shaw is over Oranje dus behoorlijk positief, maar de internationale media zijn dat zeker niet over zijn Engeland. Vooral bondscoach Gareth Southgate krijgt veel kritiek. To be honest, I don't really understand the criticism. I think what he's done for the country, for us as players as well. And you know, I think he's really took us to the next level. I think no manager's really been as successful as him as what he's doing recently. I think it's now another semi-final, and for me and us as players, we love him. I think he's really good. He's exactly what we need, and for us, he always puts the players first. Shaw is ronduit lyrisch over zijn bondscoach en hij vindt dat Southgate beschikt over uitstekende management skills. I think personally, he's one of the best at it. He knows exactly how to manage his players and you know what their needs are, and you know it's clear as day for me. You know why the squad is how it is, and you know the real togetherness that we have inside that squad is really around what Gareth created, and you know is what helps us, you know, dig deep in these games. Southgate wordt bij Engeland geassisteerd door voormalig Oranje spits Jimmy Floyd Hasselbank. Volgens Shaw is Hasselbank net als Southgate erg belangrijk voor de ploeg. No, he's been really good, really positive. I think he's been doing stuff in training with you know the strikers, taking some of the training. I'm not going to go into too much detail on what he does, but you know we're all really happy with Jimmy, and you know he helps not just the strikers but a lot of the lads, and also has the advice of what he's done in the game to give to others. Ja, Luke Shaw dus gisteren op de persconferentie. Trouwens, Pascal, zijn die Engelsen wel op tijd in Dortmund? Jazeker, die hebben een basiskamp in de buurt van Erfurt in het oosten van Duitsland. En die zijn gewoon met het vliegtuig naar Dortmund gekomen. Ik zag straks Southgate, de bondscoach, hier achter op het veld lopen. De persconferentie begint hier in het stadion over een paar minuten van Engeland. Dus de voorbereiding bij de Engelsen loopt wat dat betreft iets soepeler dan bij Oranje. Maar die zijn gewoon op tijd in het stadion, inderdaad. Maar goed, wij hebben de gelbe wand morgen. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Ja. En trouwens, Pascal, wat die doe je? Die is daar inderdaad. En daar staan heel veel Oranje supporters dan. Ja, precies, precies. Die gaan Nederland hopelijk naar de finale schreeuwen. En trouwens, heb je al plannen volgende week dinsdag?
Ja, ik heb vakantie gepland. Ik ben dan vrij. Maar goed, als er iets anders te doen is, een leuk feestje ergens in Amsterdam of zo, waar de huldiging gaat plaatsvinden, dan ben ik er misschien wel bij. Want ik neem aan dat je daarop doelt inderdaad. Er wordt op dit moment over gesproken, hè, over een mogelijke huldiging als ze Europees kampioen worden. Als ze tweede worden, sowieso niet. Dan wil de KNVB ook niet. Daar hebben we slechte ervaringen mee in het verleden. Maar als ze wel Europees kampioen worden, gaat er hoogstwaarschijnlijk op dinsdag gehuldigd worden in Amsterdam. Alle mogelijke scenario's, hoe dat eruit gaat zien, worden nog besproken. Maar niet naar kijken nog, hè, Milan. Dat mag niet van de bondscoach en dat mag ook niet van de spelers. Nee, eerst de volgende wedstrijd, de halve finale. En bovendien laat ze eerst maar zorgen dat ze hier überhaupt in Dortmund aankomen. Ja, en dan hebben we het later nog wel over jouw schitterende boot, waarmee je dan een mooi verslag zou kunnen doen. Maar daar mag ik dus nog niet over hebben van je. Daar mag je het niet over hebben. Nee. Succes daar in Dortmund. En hopelijk zie je nog een glimp van Ronald Koeman vandaag. Je houdt ons op de hoogte en we spreken je om 11 uur vanavond natuurlijk. Misschien nog wel. Yes, dankjewel. En succes daar in Dortmund, Pascal Kamperman, die ons het hele toernooi al op de hoogte houdt van het reilen en zeilen van Oranje. Nu dus in Dortmund. Ja, de KNVB verwacht zo'n 80.000 Oranje-fans morgen voor die halve finale tegen Engeland.